Laten we deze viering beginnen met het teken van ons geloof. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Van harte welkom in deze Maria-viering. De maand oktober is bij uitstek de roze hoedjesmaand. In mei komen we meestal ook bij elkaar. Helaas is dat dit jaar niet ons gegund. Maar we waren dus heel fijn dat we maandag en dinsdag al roze hoedjes hebben kunnen bidden hier. Dat we nu deze viering hebben en morgen en overmorgen dan hebben we weer roze hoedje binnen om 7:00. Een mooi moment om bij Maria stil te staan, om haar te eren. Een mooi moment om zelf even rust te nemen. We gedenken Maria als de moeder van Jezus die voor ons ten beste spreekt. We kennen dat ook wel uit ons dagelijks leven. Dat we voor elkaar een goed woordje doen bij een ander. Je zou kunnen zeggen een soort kruiwagen zijn. Maar daar kan een wat oneerlijke bijklank in zitten. En dat bedoelen we natuurlijk niet. Het is meer dat je voor iemand in de bres springt bij een ander. Van Maria zeggen we dat zij voor ons ten beste spreekt. Maar natuurlijk niet als het gaat om de 100.000 te winnen. Waar gaat het dan wel om? Als u bidt om de kracht van de geest, zal die u gegeven worden, zegt Lucas ergens. Geestkracht voor kleine mensen, die ook wij soms zijn. En die geestkracht, dat mogen we via Maria vragen. Maria die oog heeft voor de kleine. Geregeld stoten wij op onze tekorten en zijn we ons ervan bewust dat wij schuldig daaraan zijn. Bidden we samen met Maria tot onze Heer Jezus Christus, opdat Hij zich over ons ontfermt. En bidt u met mij mee? Heer, ontferm u over ons, die onaf en gebroken zijn en uitzien naar uw hulp. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons die ontrouw zijn in plaats van trouw en smeken om uw bijstand. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons die tekortschieten in liefde en vragen om uw vergeving. Heer, ontferm u over ons. Laat ons even stil worden. En bidden we samen, God onze Vader, als wij onze toevlucht tot u nemen, wijst u ons niet af. Wij bidden u, neem weg van ons allen wat ons weerhoudt om ons aan u en elkaar toe te vertrouwen. Geef ons de vrijmoedigheid om u aan te spreken zoals Maria haar zoon aansprak. Dan wordt uw aanwezigheid tastbaar onder ons. En kunnen wij het feest vieren van onze verlossing door Jezus Christus, onze Heer, die met u en de Geest leeft voor eeuwig. Amen.
Maria komt op voor mensen in een pijnlijke situatie. Een bruiloftsmaal dreigt verstoord te raken. Maria spreekt ten beste bij haar zoon en het feest kan doorgaan. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: "Ze hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de bediende: "Doet maar wat hij u zeggen zal." Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 6 stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer 100 liter. Jezus zei hun: "Doe die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: "Schep er nu wat uit en breng dat aan de tafelmeester." Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard." Zo maakte Jezus te Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Kafarnaüm. Hij zelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen, maar ze bleven daar slechts enkele dagen. Woord van de Heer. Wij danken God. U mag gaan zitten. En gisteren hebben wij ook steeds een kaarsje aangestoken bij Maria. Voor Maria, voor onze eigen gedachten, voor de pandemie. Nou, u kunt het zelf wel bedenken waar u een kaarsje voor aan wilt steken. Ik neem het aansteekkaarsje en hiervoor staan de lichtjes. Dan kunt u ze zelf pakken en probeer ik op afstand ze aan te steken.
bidden wij tot Maria. Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder, wij vragen u om uw voorspraak bij de Heer. Hij kan u niets weigeren. En bidden we samen, bid voor ons dat we vaster gaan geloven. Bid voor ons dat we met meer zin dienstbaar zijn. Bid voor ons dat we ons niet afsluiten voor de nood van anderen. Bid voor ons dat ons hart wijsheid leert. Bidden we samen, bid voor ons dat we meer blijdschap uitstralen. Bid voor ons dat de vrede van Christus in ons woont. Bid voor ons dat we onderkennen wat de Heer verlangt. Bid voor ons dat we komen tot het eeuwig heil. En bidden we samen en wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan het mooie lied, De Loert op de Bergen.
Als u wel eens in Lourdes bent geweest, dan weet u hoe mooi dit daar zo klinkt, daar bij het heiligdom tijdens die lichtjesprocessie. En dan zingt iedereen uit volle borst mee en steekt de kaars omhoog. Dat is prachtig. Maar nu was het ook prachtig, Tom. Aan het slot van deze vesper wil ik u bedanken dat u hier naar hier bent gekomen om toch Maria even te eren met elkaar. Het was fijn om even zo samen te zijn en te luisteren naar deze mooie bekende liederen. Morgen en overmorgen bidden we weer het rozenhoedje. U bent van harte welkom. En laten we gaan staan voor de zegen. Zoals Maria voor ons ten beste spreekt, zo kunnen wij ook elkaar helpen in gebed en dienstbaarheid. Mogen God ons hierin nabij zijn en ons helpen met zijn zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
ga zo de lijstje maken. Goed. Nog mooi aan de midden.